Are you ready? Yes. Okay. Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. In deze video gaan wij weer nieuwe producten uit de supermarkt proeven. En we hebben er heel veel zin in. Of tenminste, misschien zijn alle producten niet volledig nieuw, maar ze zijn wel nieuw voor ons. Ja, precies. Wij kennen ze nog niet. In de eerste video die we opnamen hadden we heel veel producten van de supermarkt Picnic besteld. En deze keer hebben we producten van de Jumbo en de Plus. En de Lidl. En de Lidl. Dus het zijn weer heel veel andere soorten producten. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ja, sowieso is het ook een beetje een mix van alles nog wat. Een beetje alles door elkaar. Gezond, ongezond, drinken, toetjes. Ja. Nou, voor de eerste producten hebben wij twee soorten kombucha drankjes. Nou, mocht je niet weten wat kombucha is. Ja, we zullen het even op het scherm neerzetten. Want ik kan het niet heel goed uit mijn hoofd vertellen wat het precies inhoudt. Maar persoonlijk vind ik het wel heel erg lekker. Het is best wel zuur. Heb jij nou wel eens eerder kombucha gehad of niet? Volgens mij heb ik het één keer eerder gedronken op Bali. Toen, mm-hmm. toen wist ik niet 100% zeker wat ik ervan vond. Het is een gefermenteerd drankje. Hierop staat gefermenteerde thee. En ik heb deze twee bij de Jumbo gekocht. En daar hadden ze echt heel veel soorten. Dus we hebben hier eentje van Zonnatura. Die staat op nieuw. Dus deze is nieuw van Zonnatura. Ja, en dit is op zich wel een bekende. Deze kan je ook wel vinden in de Eco Plaza, maar dus blijkbaar ook in de Jumbo. En dit is Captain Kombucha. We beginnen ons al eerst met de Zonnatura, voordat ik het helemaal door elkaar doe. Ga ik meteen ook even kijken naar de prijs. €2,37. Van alle kombucha's die ik in de supermarkt zag, was deze wel wat aan de prijzige kant. Weet je wat het naar ruikt? Het ruikt naar appelsiederazijn. Ja. Even een Cheerios, cheers. Mm, hij is wat wateriger dan ik me kan herinneren. Hij ruikt zuurder dan dat hij smaakt, vind je ook niet? En ik heb niet dat sprankelende gevoel. Hij is lekker, maar ik had ergens wel wat meer zo'n zuurtje verwacht. Ugh, dat is zo naar. Daarom zei ik het expres. Deze kost €1,92, dus die is in principe, even kijken. 50 cent ongeveer goedkoper. 45 cent goedkoper. 50 cent. Ah, die ruikt iets minder heftig. Cheers. Lijkt super op die andere, of niet? Deze sprankelt wat meer. Ja. Maar de smaak is gewoon eigenlijk letterlijk hetzelfde. Ja. Ik vind het niet verkeerd. Gewoon veel makkelijker dan ik eigenlijk gewend ben van echt een kombucha. Ik moet zeggen dat ik het best wel lekker vind eigenlijk. Volgende product dat we gaan testen zijn deze koekjes van de Koekenbakkers. De kans om te stralen staat erop in de smaak kokosnoot, pekannoot en rozijnen. Er staat ook nog een hele blije dude op de verpakking. Het leuke waarom hij hier op deze verpakking staat, is omdat de koekenbakkers zich bezighouden met mensen die al een tijdje buitenspel staan in het leven, maar besloten hebben het roer om te gooien dat zij bij de koekenbakkers kunnen werken en dat ze dus naast een betaalde baan in de bakkerij ook een plek in het Volg Je Hart programma krijgen. Okay. Dat is wel heel erg bijzonder. Oh. €2,89. Ik had verwacht dat dit zulke grote koekjes zouden zijn. Zijn ze niet zo groot? Nee, ze zijn hele kleintjes. Ze zijn heel schattig. Kijk. Ze ruiken echt super lekker. Oh, ze ruiken heel lekker. Ze ruiken gewoon bijna naar spritsen of zo. Heel lekker. 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 Ja. Mm. Proef de kokos. Ik wil net zeggen. Ik vind wel, hij zag heel klein uit, waardoor ik dacht van, oh, dat heb je zo op. Maar dat vind ik nog wel meevallen, want hij is echt best wel dik en hij voelt gewoon heel erg vol. Gaan we door naar het volgende product, want we willen het koekje een beetje wegspoelen. En dat doen we met Chupa Chups Strings. Dat sprak ik ook lekker. Dit drankje, dit is van Chupa Chups. Ik kwam hem tegen in de Plus. En ik dacht, oh my god. Dat lijkt me heel goor, eerlijk gezegd. Ja, vooral deze smaak die jij hebt gekozen. Heel zoet. Strawberry and cream. Ik vind wel de verpakking echt super leuk te uitzien. Hij is lekker roze en snoeperig en vrolijk. Oh, sparkling is het trouwens. Ja, dit is echt precies wat ik had verwacht. Ja, hij ruikt ook zo. Oh, is best wel lekker. Ja, ik moet zeggen. Ik ben verbaasd. Ik had niet verwacht dat ik het lekker zou vinden. Het smaakt een beetje naar frissie met prik. Voldoende aangelengd, maar niet op een vieze manier of zo. Ik vind hem echt lekker, ja. Hij is €1,09. Oh ja, zullen we deze doen? Ja. Okay. Nou, toen ik een foto stuurde van dit blikje naar Tara van, zal ik dit kopen? Zei ik ook erbij van, mag ik even huilen? Want het kokosgedeelte lijkt me echt heel vies in dit. Dus daarom des te leuker om hem mee te nemen in deze video. Wat wel fijn is om te weten, is dat hij echt super goedkoop is. Namelijk maar 39 cent. Huh? Echt? Ja. Ruik je kokos? Ja, hier word ik niet blij van. Want ik krijg met kokos vaak een beetje een soort van... Oh, weet je wat het... Mali? Nee, wat is het? Ja, Malibu. Die vind ik hou niet van. Childhood traumas. Hou ik ga je straks van. Over je nek? We willen zo over je nek gaan van Malibu? Vast. Nou, cheers. Oh. Mm. Ja, het smaakt echt naar Malibu, hè?
Ja, dus maar eigenlijk een soort van Malibu cola, maar dan zonder alcohol. Ja. Oh, dat is echt heel lekker. Maar dat is op zich, kijk, als zou je een goede mix zijn. Als je een alcoholvrije avond hebt en je wil per se je Malibu. Ik persoonlijk zou het niet zo snel opnieuw kopen, omdat ik nee. Het gewoon, ja, dat is heel. En ik proef de zoetstoffen, smaak. Als ik heel eerlijk ben. Dan blijven we nog even ongezond doen. We hebben hier twee soorten chips van het merk Hers. Hers. Is dit Amerikaans? En dit is inderdaad Amerikaans. Oh, ja. Het kwam weer uit, ja, ze hebben gewoon één zo'n schap bij de Plus. En dat staat vol met buitenlandse producten. Het was best wel goedkoop. 62, nou trouwens, het is helemaal niet per se goedkoop. 62 cent voor zo'n klein mini zakje. Het zijn eigenlijk gewoon Cheetos. Die jalapeno ruikt je goed. Oh. Dat is lekker. Dat is heel lekker. Ja. Hé, maar ik vind deze echt lekker. Ik vind dat die jalapeno het net iets minder vettig vol maakt. En dat vind ik juist weer lekker. Oké. Okay. Gaan we eerst nog eventjes verder met de volgende. En dat is dus de deep dish pizza smaak. Dus doen me eigenlijk gewoon heel erg aan denken aan die bekende Cheetos. Oh, het is best wel. Ja, ik vind ze op zich wel lekker, maar. Hoe heet je die dingen? Het smaakt vooral. Ja, Cheetos. Ja, daar het smaakt vooral naar kaas. En dan achteraan, helemaal aan het einde, komt een beetje die pizza-achtige... tomaatachtig oregano. Ja. Dus ja, als we moeten kiezen, dan zouden wij zeggen, goh, jalapeno, dat is ons favoriet. Heel lekker. Heel beeld van. Er is een beeld. Dit is de Bio B+. Dit is een bio-active smoothie. De een is detox, de ander heeft energy. We hebben twee smaken. De een is groen en daarin zit peer, druiven, chlorella, artisjok, matcha, groene thee, broccoli en spinazie. Maar ik vind die chlorella heel erg vies, toch? Ja. Dat is het groene poeder. En dan heb je ook nog de andere smaak en die is oranje. Die heeft mango, appel, wortel, guarana, sinaasappel, ginseng. Matcha groene thee. Nou, mijn uitspraak ging weer echt helemaal top. Ja, wat ik dus wel leuk vond, is dat het dus gewoon in zo'n handige pouch zit. Dus die kan je gewoon meenemen voor onderweg. En de prijs hiervan is €1,79. Ik ga er echt vanuit dat het goed groen is, anders ben ik teleurgesteld. Het ziet er eigenlijk gewoon niet heel aantrekkelijk uit. Maar goed, er zit ook geen kleurstof in. Ja. Nee, ik vind het niet lekker. Ja, ik vind het best wel goed te doen eigenlijk. Ik vind ook heel veel die fruit proef. Ik proef echt heel erg. Groene twee matcha. Echt? Oh. Die bitterheid. Zo, dat is een fel kleurtje. Nee, er is iets wat ik minder lekker vind dan deze hoor. Over beide ben ik niet echt enthousiast. Ik vind deze niet lekker. Ik ga het niet opnieuw kopen. Ik zou eerder die groene drinken, echt waar. Nou, ik zit bijna... zit hier een smaakje aan die ik echt niet lekker vind. Nou, van de smoothies gaan we door naar een toetje. En daar hebben we deze voor gekozen. Het merk is Nature and Moi. Waar hebben we deze gehaald? Deze hebben we gekocht bij de Jumbo. En wat ons vooral heel erg aantrok aan dit toetje is dat er geen soja, gluten en melk in zit. En dat vind ik heel erg mooi, want het zijn heel veel toetjes en yoghurts die bijvoorbeeld soja hebben. En van soja krijgen we gewoon onzuiverheden op ons gezicht. Dus waar deze dan wel van gemaakt is... Oh ja. Ja, dit is dus blijkbaar gemaakt van groentesap. Er zit ook nog tara in. En dat is blijkbaar een of andere zaad. Deze kost €1,75. En je kreeg er eentje maar voor? Dat is best wel duur hoor. Dat is best wel prijzig inderdaad. Cheers. Ik vind het niet super. Het is waterig. Ja, het is best wel waterig. Dus ik snap wel dat het lijkt op van het is gemaakt van vegetable juice. Ja, maar weet je wat ik raar vind? Vegetable juice. Tussen haakjes water, acacia en chicory fibers. Volgens is het geen vegetable. Ja, dat je, als je liever geldt dat het soms plant juice. Ja, denk het al. Ja, weet niet. Volgende product is We Love Coco. En dit product kwamen we tegen in de Lidl. Ik dacht, hey, wat is dit? Want het is dus een toetje gemaakt met coconut milk. Dus het is weer plantaardig. En er zit geen soja in. En ik vind de verpakking dus wel echt heel erg leuk te uitzien. Ja. Heel erg hip. En wat ook wel leuk is, is de prijs. Want hier, de prijs is namelijk maar €1,25 voor twee. Oké, dat is prima. Dus dat is de helft goedkoper dan die andere. Ja, ik vind het best wel lekker. Nou, wat mij heel erg opviel aan dit toetje is dat ik het heel zoet vond. Ja. Er zit echt veel suiker in ook. En het had van ons wel minder gemogen. Ja, zeker. Ja, ik vind de textuur van de kokos wel heel fijn. En het ziet er ook gewoon super goed uit. En ik vind de prijs ook goed. Maar ik vind het te zoet om voor mij dat ik het nog een keer ga kopen. Deze is niet heel lang meer geldig. Is dat zo? De 27ste, wanneer is dat? Maar ik heb hem gisteren gekocht. Het is vandaag de... 29ste. Huh, what the fuck? Echt?
kan dat? Ik heb hem gisteren gekocht. Lekker, top. Fijn. Nou, Tara is nu naar de vriezer aan het lopen. Want ook weer in deze supermarktproeverij hebben wij twee producten wat ijsjes zijn. En we hebben daar twee hele verschillende items voor gekozen. Eerste is van Ben & Jerry's. En wij zijn echt fan van Ben & Jerry's. Deze heet Topped Love Is. Ik vind het trouwens een hele vage naam. Ja. Op de deksel zag ik staan nieuw. Dus ik dacht, nou, dat is leuk om uit te proberen. En ik denk dat ze deze gewoon hebben uitgebracht met Valentijnsdag in het vooruitzicht. De smaak is 3 regels lang. Het is een buttery brown sugar ice cream with pink salted caramel cups, a cookie swirl, a pink topping en chunks. Dus er zit echt kapot veel in. Oh. Oh, want hij stopt. Dus dat betekent dat er zo'n chocoladelaag op zit die je dan zeg maar zo kan. Oh, echt? Kan kapot maken. Zoals in de reclame. Ja. Dan moeten we wel heel even ASMR van heel dichtbij doen. 1, 2. Het is helemaal niet krokant. Ik heb nog nooit zo'n topt gehad. Eigenlijk heb ik van Ben & Jerry's. Ja, wel lekker. Ja. Hij is lekker romig. Hij is heel zoet vooral. Ja. Ja, ik ben op zoek naar dat hartje met karamelvulling. Waar ben je? Deze ook niet. Oh ja, daar zit wat in. Hoe smaakt dat? Maar die zijn dus vrij zeldzaam in onze pint. Oh ja, die is wel heel lekker. Ja, echt? Nou, het is van die wat zachtere karamel. Nou, al met al een lekker ijs, dat sowieso. Ja. Ben & Jerry's Love, €5,78. Ja, ik vind het altijd wel aan de prijs. Het is altijd wel echt inderdaad een rip uit je lijf, maar het is ook een ervaring. Ja, het volgende product is ook weer een ijsje. Dit zijn namelijk fruitlollies, zie ik staan. Van Ice Kitchen, een merk dat ik nog niet ken. Nee, ja, het is ook wel een interessante smaak. Namelijk aardbeien en zwarte peper en witte chocolade. Ja. Ik denk dat het wel heel erg lekker is. En er zitten dus 7 hele aardbeien in per ijslolly. Voor nog even het perspectief. In deze doos zitten 3 verschillende lollies. En dit kost wel €3,99. Dus meer dan €1 per ijslolly. Cheers. Ben benieuwd. Wacht even, hij is echt keihard. Hij is keihard, ja. Proef iets van die peper achter in mijn keel. Heb je dat ook? Ik heb ondertussen ook nog even de verpakking gelezen. Het is dus van 2 mensen uit de UK. Ik vind het wel heel erg leuk uit Amerika. Nee hoor, hier staat was born in the UK. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Er staat een fotootje op, er staat een verhaaltje op. Maak je het een beetje persoonlijk. De verpakking het is mooi. Het is een leuke verpakking. Het is wel eerlijk gezegd kapot duur. En zit dus wel... Ja, ik vind het, weet je wel, het is een leuk product. Ik ga het niet afkraken. Het is gewoon echt wel leuk. Het is, ik vind alleen zelf, denk ik, de combinatie van peper niet heel erg geslaagd. Ik voel een beetje die pit. En ik weet niet zeker of ik daar zin in heb. Volgende product vonden we heel erg interessant. Ik moet zeggen, ook wel een klein beetje angstaanjagend. Want het is de Sofish Filet Salmon Style. Van Sofine. Dus dit is een visvervanger. Ja, het is niet heel sexy. Maar het moet dus, denk ik, dus lijken op zalm. Uit Jumbo. En deze is net nieuw, want het staat op nieuw ook. Ja. Je krijgt er dus 2 porties, 2 keer 75 gram. En hiervoor hebben we betaald €2,89. Dus ja, volgens mij is het wel gewoon een beetje een normale prijs. Is wel prima, toch? Ja. Ja. Nou, dit is hoe de zalm eruit ziet. Zoals we net al zeiden, niet heel erg aantrekkelijk. Ja, en de geur vind ik echt heel vreselijk. Doet mij heel erg denken aan inderdaad peulvruchten. Kijk, zoals je kan zien, is die heel zacht. Dit? Lijkt bijna eigenlijk een beetje eerder een soort van vleesachtig. Ja, het lijkt nu een beetje op gehakt. Eén keer is je omgedraaid. Ze heeft dan een mooi korstje gekregen, denk ik. Is die een beetje krokant aan de bovenkant? Ja. Oké, zeg wel. Nou, hier is hij dan. Nu die gebakken is, ziet hij er in ieder geval een stuk aantrekkelijker uit. Ja. Hij is ook een stuk steviger. Ja. Oh ja, stevig inderdaad. En... Dat is gek. Oeh. Ik krijg hem bijna niet los. Oeh, het is stug zeg. Gewoon niet... Oh, hij was net nog zo zacht. Cheers. Ja, ik vind het helemaal niks. Krijg nu al van zo'n vis vibe. Ja, ik wilde net zeggen van ergens ver weg op het einde krijg ik een beetje iets binnen waarvan ik denk, nou, ik zou vissig kunnen zijn. Ja. Maar mijn eerste indruk was, dit is gewoon een soort van vleesvervanger die moet lijken op kip. Ja, dat is heel gek. Ja, je krijgt toch inderdaad toch die vis vibe. Want eerst had ik echt inderdaad, nee. Ik vind het gewoon jammer dat het alleen maar volgens mij al heel veel sojabonen zijn en dat ik... Ik vind gewoon dat alles nu constant vol zit met soja. En dat vind ik heel irritant. Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd welk product jij van al deze producten... Ik denk eigenlijk dat we het wel kunnen raden welke jij het lekkerst vond. Nou, ik ben zo ontzettend fan van deze
chippies. Ik vind ze echt ontzettend lekker. Ik moet zeggen dat er ook nog maar 5 in de zak zitten. Omdat ik gedurende deze video er steeds een paar heb genomen. Ik vind ze echt helemaal top. Deze die heeft me echt heel erg positief verrast. De Chupa Chups. Ik ben eigenlijk niet, ik hou niet zo heel, ja, ik drink eigenlijk gewoon niet zoveel frisdranken. Maar ik had gewoon niet verwacht dat ik deze nog best wel oké vond smaken. Ja. En de kombucha's vond ik toch wel heel erg interessant om eens te proberen. Smaakte wel echt een stuk minder intens dan ik voor ogen had. Mee eens, ja. Maar goed, vond dit ook nog wel leuk. Nou jongens, ik ben heel erg benieuwd of jullie al bekend waren met deze supermarkt items die we in deze video hebben laten zien. Laat vooral eventjes weten in de comments of je ze kent, of je ze niet kent, of je ook benieuwd bent geworden. Ja, of dat je misschien nog andere tips hebt. Wij zijn heel erg benieuwd. We vinden het altijd gewoon heel erg leuk om nieuwe dingetjes te proberen. Nu moet ik heel eerlijk toegeven, ik weet niet zeker of ik van alle producten het opnieuw ga kopen. Mm-hmm. Maar ik vond het wel gewoon heel erg leuk om het een keertje te proeven. We hopen dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doei doei! Doei!